is eigenlijk, gamers zijn gewoon van visueel het genot hebben, van de beelden, de ervaring. Maar nu voelen ze ook lichamelijk de intensiteit ook van het avontuur dat door hen leeft natuurlijk. Hoeveel impact heeft dit voor de mensen eigenlijk? En hoe ervaren de game, de mensen eigenlijk de attractie met eigenlijk een virtuele omgeving aan? Nou, ik zou haast zeggen, sluit je ogen en denk dat je fysiek een achtbaan gaat doen. Maar echt fysiek. Je voelt het en je voelt de wind. Maar nou heb je de Gear VR. En de Gear VR plaats je met die fysieke bewegingen in een totaal andere wereld. Ja, en die wereld is... Ja, dat is uitputtingsloos. Dat kun je creëren. En we hebben dus samen dit gemaakt. En ik weet in de testdagen wat we met film bezig waren, zaten we niet per se elke keer in de achtbaan. Maar dan was je dus de film aan het kijken. Maar dat moet je niet doen. Want dan zie je de visuele bewegingen, maar fysiek ga je niet mee. Ja, dan word je zeeziek. En dus de combinatie is zo uniek. Want je lichaam reageert op je fysieke bewegingen en de virtual reality in een nieuwe wereld. De techniek, hoe kan je eigenlijk de techniek beschrijven? Want ik ga ervan uit, als iedereen op de achtbaan zit, dat iedereen zijn eigen moment meemaakt. De eerste had bijvoorbeeld eerder naar beneden gaan dan die in de laatste wagon zit. Ja, nou het mooie is dat je zit dus in een achtbaan die een circulair naar boven gaat. En dan als je aan de top bent, ga je circulair aan de buitenkant weer naar beneden. Dus dat is de achtbaan. Maar de trein is de langste achtbaantrein in de wereld. Hij is 56 meter lang. En als je dus circulair naar boven gaat en het eerste wagentje is aan de top, dan zit je met je laatste wagentje nog in de vulkaan. Dat is voor elk wagentje en voor elke gast is dat verschillend. En daar zitten de technieken in met de Gear VR. De telefoon die daarin zit, die krijgen daarin de signalen. En elke beleving, de eerste trein tot en met de laatste trein, is net even iets anders. Is Mount Mara dan eigenlijk een tijdelijk of wordt dat per weekend afgewisseld met een andere adventure? Dat is een hele goede vraag. Wij hebben nu bewust gekozen voor de beleving Mount Mara. We zitten in Adventure Valley. Of dat in de toekomst zijn verhaal en zijn vervolg gaan krijgen, dat gaat de toekomst uitwijzen. Oké, okay. Ik dank jou vast voor de tijd en voor de uitnodiging. En ik zeg zeker tegen vast, het is een aanrader.